Haaglanden voetbal met oude glorie aan tafel. In deze aflevering te gast Peter Krutsinger, oud-doelman en ook oud-voorzitter van Tornegido. Dadelijk na de reclame, blijf kijken dus. Freekick Sport, de specialist op het gebied van voetbal en hockey. Wij hebben de gezelligste winkel met de beste merken, deskundige mensen en een fantastisch assortiment. Kijk op onze Facebookpagina en webshop of kom langs op het De Savornin Lomanplein 45A in Den Haag. Volop parkeergelegenheid. Restaurant en partycentrum Puur aan de Vliet. Reserveer en geniet. Puuraandevliet.nl met dubbel R. Voor alle voorkomende elektrotechnische werkzaamheden, groot of klein, al bijna 100 jaar voor zowel bedrijf als particulier, is Van Vlodorp uw erkende installateur in de regio Haaglanden. Geen voorrijkosten en vraag vrijblijvend een offerte aan. Van Vlodorp elektrotechnisch bedrijf. Behang en woninginrichting Paradijs, John van Zweden. Alle merken behang, raam- en wandbekleding en vloeren. Kom langs in onze winkel. 2 etages woonplezier. Behang en woninginrichting Paradijs John van Zweden. Oude Haagweg 20, Den Haag. Het wapen van Zoetermeer. Voor elke gelegenheid een unieke locatie. Kijk voor meer informatie op hetwapenvanzoetermeer.nl. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Café Locus. Hartelijk welkom bij Oude Glorie aan tafel. In deze aflevering gaan we praten met mensen die in het verleden natuurlijk wat hebben betekend in de voetballerij. Onze gast in deze aflevering, Peter Krutsinger. Peter, hartelijk welkom. Ja. Ja, oud-keeper, oud-voorzitter van Tornegido. Aan de hand van wat foto's komt het allemaal voorbij in deze aflevering. Om te beginnen, je komt uit Voorburg, dus ja, dan begin je als voetballer of als keeper jij dan. Bij SV Voorburg. Nee, we begonnen als voetballer hoor. Oké, okay. Dat zijn de meeste. Ja. Ik wilde niet keeper. Nee. Maar SV Voorburg, was redelijk logisch. Ja. Maar ja, je zegt van ik begon als voetballer, maar je stond waarschijnlijk toch wel redelijk snel weer in de goal. Veel. Maar ik was niet zo groot, maar ik kon toch wel redelijk keeper. En er was toch iemand die zei, jij gaat gewoon keeper. Ja. Maar ik wilde dat niet. Maar, nee. Maar goed, het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Maar het is wel belangrijk dat je de eerste wedstrijden, dat je dan een beetje wat te doen krijgt. En dat je wat uit die kool houdt, als vier keeper niet zoveel aan. Ja, ik had maar één probleem, dat waren die hele hoge ballen. Want ik kon niet bij die pupillenlat. Die was er nog, ja, die was pupillenlat. Ja, nee, dat was het enige. En voor de rest ging het prima. Discussies van of die bal wel of niet zat, of die er tussendoor ging. Dat heb je ook nog gehad, want je speelt niet met die kleinere balletjes allemaal. Ja, maar ik kon er alleen niet bij. Nee. Voorburg, jeugd, waar ben je geëindigd bij Voorburg? Ik heb de hele jeugd doorlopen, zeg maar van 7 jaar ben ik daar begonnen. Eerder kon je niet voetballen, mocht je niet voetballen. En tot aan de A1. En ik ben geëindigd zeg maar als laatste man van de A1. Omdat ik, ik werd benaderd om naar het eerste te komen. En we hadden afgesproken dat we dat niet zouden doen. En een week later zat de hele goede gemeente, Gerard Schuls, Jacques Orta, Robbie van Elderswijk en Marcel Westerduin, die gingen allemaal naar het eerste. En toen zei ik, nou ja, dan zijn we nagemaakt. Dus dat is ook de reden waarom ik... weg ben gegaan, dus was ik nooit weggegaan bij het voorbeeld. Nee, oké. Okay. En het werd Duno geloof ik, hè? Ja, het is Duno geworden, ja. Ja. Nou, was gewoon, ik had een oom en die voetbalde daar. Hij zei, je moet bij Duno komen. We zijn de hoogspelende zatervereniging. Toen nog niet? Nee, dat was bijna hoog. Toen je kwam nog niet? Nee. Derde klas was dat. Ja. Maar er waren niet veel die hoog speelden, hoor. Nee, dat klopt. En, zatervoetbal was toen nog niet zo populair als nu. Helemaal niet. Nee. Stond altijd een beetje bekend in die tijd als er wordt alleen maar geschoffeld en het goede voetbal zat op de zondag. Dat was ook wel een beetje zo. Ja, klopt, ja. Maar goed, bij Duno, de succes kwam natuurlijk op een gegeven moment, want inderdaad, Duno promoveerde. En het eerste jaar lukt net niet met Excelsior Maassluis, die werden toen geloof ik kampioen. Die stoot ook gelijk door. Ja. Excelsior Maassluis, Katwijk.
En toen speelde Scheveningen nog vierde klas. Ja. En wij zijn gepromoveerd via ASC een na-competitie met Schavenzand SV. Ja. En wij hebben het jaar daarna werd Vitesse Delft het. En anders waren we naar de hoogste afdeling, waren we echt eerste klasse. Hoger was ze niet. Was die, en dan werd Vitesse Delft. Het ging tussen ons en Vitesse Delft. Ja. Maar goed, voor Duno was dat natuurlijk toch wel heel bijzonder. Super. Ik bedoel, luister eens, op dat moment de hoogspelende zaterdagclub. Ja. Ja, en het was ook heel druk elke wedstrijd. Want ja, heel veel zonder voetballers, trainers, die stonden aan de Montsje Nolenslaan. Ja. Nou, daar hebben ze heel veel geld verdiend toen de tijd. Ja, zeker. Daarom is het allemaal nou zo geweldig voor elkaar. Ja, ja. Nee, maar het was gewoon, het was hartstikke leuk. Ja. Het was een geweldige tijd. Maar het was natuurlijk ook een team wat erg aan elkaar hing. Dat, ja, god, ik weet het zelf, als je dat trainer bent geweest, maar dat was de kracht natuurlijk wel, de teamgeest. Ja. Dat was weinig verloop. Je hebt bijna geen verloop gehad. Maar ik heb bijvoorbeeld met Peter Peijen, met Giel den Heijer, bijna 12, 13 jaar, constant in het eerste elftal, Joost Koenraad, zeg maar, om wat te noemen. Dus dat zegt al genoeg. Ja. En er kwamen kantine was bij. Natuurlijk langs het veld, dus als slecht weer was, blijven ook mensen binnen. Daar had Duno wat op gevonden. Door die langs de hele lange tribunetje. Ze zeggen wel de fietsenstalling. Dat was ook een fietsenstalling, maar dat maakte niet uit. Je stond op droog. Ja, dat was het. Ja. Nee, dat was geweldig. Daar was iedereen ook hartstikke blij mee. Ja, nee, je stond met je schoenen in de bagger, maar dat maakte het toch niet uit. Je stond droog. Ja, vond ja maar dat was natuurlijk voor de spelers ook wel, omdat het publiek buiten en dan hoor je, is dat natuurlijk beter als dat alles binnen zit. Ja. Daar zit te kijken uiteindelijk. Maar goed, we kennen het complex van Duno nu. Twee prachtige kunstgrasvelden. Ja, dat was in die tijd wel even anders. Nee, het was een woestijn. Ja. Maar kan je nagaan, als je dus daar gewoon een bal kon stoppen, dan kon je echt goed voetballen. Ja, ja, je moest ook, want je speelde ARC-wedstrijden. De jongens van Oosterlee speelden daar nog in. Ja, dat waren geen tegenstanders waar je langs de rond moest voetballen. Nee. Maar die club had het allemaal moeilijk. Ja, wij waren thuis ook gewoon wel, dat was ons voordeel, dat veld. Ja, ja. Daar blijf ik bij. Wij trainen daarop en we konden niet anders. Of trainen, nou meestal trainen we op het strand. Ja. Ja, goed, dat weet je wel. Ja, ja, want als er inderdaad een bui regen viel, stond er een pas voor de ja. Dus, dat was niet veel. Goed, na Duno werd het... SC Voorburg. Voorburg even teruggaan, ja. Ja, maar goed, dat was ook leuk. Dan zijn we ook kampioen geworden. Ja. Was dat met Toon Brakers? Toon Brakers, ja. Dat was een mooi elftal ook. Ja. Ja, dat was jammer dat die club er zo aan het eind kwam. Daarna werd het RVC geworden? Nee, ja, tussendoor RVC, maar dat was meer stand-by functie. En toen John Kraas was dat toen? John was trainer, ja. En omdat ik zelf niet meer kon trainen s'avonds, trainen wij op woensdagmiddag ook vaak met Robbie de Lange apart en allerlei dingen, oefeningen. Het was voor mij ook lekker om bezig te zijn. Ja. En ik kon bijna niet meer trainen s'avonds, ik zat met werk. Dan heb ik nog een jaartje fuck gedaan, geloof ik, daarna, ja. Fuck, en daar was Rob Jons toen geloof ik nog... Rob was trainer, samen met Kees Mol, hè. Okay, dat is een duo. Ja, Kees heeft natuurlijk ook jaren furoren gemaakt in het eerste van fuck. Ja. En wie zaten er nog meer, wat voor spelers zaten er nog meer bij toen, fuck? Gilbert Ament, Michel Schouten. Even kijken, moet ik even gaan naar Willem Baggerman zie ik staan. Even kijken, Liem, Dubbeldam, Jager. Ja, kortom, het was dat speelde toen op niveau nog volop mee, fuck, ja. Eerste, tweede klas speelden we geloof ik, zondags. Niet zo dat de oud betaald speler zo makkelijk kwam, want Rob Jons zat ook als trainer, dus die had nu wel links. Want dat was vroeger bij RVC het geval, zijn vader, Karel Jons, was trainer. Ja, daar kwam menige oud betaald voetballer nog eventjes in zijn nadagen. Nou, wat Rob wel regelde was Peter Hakkaert, die staat niet op de foto, maar die was er ook, Peter Hakkaert. En wat hij ook deed was natuurlijk dat die jongens als Edwin Brouwer en zo, en Michel Schouten, die probeerden die wel richting Utrecht in dit geval, FC Utrecht, volgens mij ging Brouwer naar Utrecht. Heeft daar op Utrecht gespeeld, dat klopt inderdaad, ja. Dat regelde Rob allemaal. Ja. Nou ja, dat is wel makkelijk. Ja. Nou, dan op een gegeven ogenblik was een beetje afbouwen, denk ik, bij SV PTT. Ja. Jarenlang was dat natuurlijk een grote vijand van Duno natuurlijk. Hè? Ja. Heb je daar nooit wel eens contact gehad met Duno? Hoe ze daarop reageren? Ja, maar dat maakt me niet zo gek veel uit, eerlijk gezegd. Hans Lamer speelde toen nog, die op de foto. Ja, maar dit is een foto, zeg maar, van dat speelden wij met Duno tegen SVP. Dat was trouwens ook een goed elftal, wat ze toen hadden, SVP. Ja. Nee, maar dat kwam door de gebroeders Beukema, die benaderde mij. En ik hoefde niet meer s'avonds te trainen. En dat was een reden. En Peter Meefout was de keeperstrainer, dus was ook weer een vriendje van me. Ja, dat zijn allemaal van die dingetjes. Ja. En van het een kwam het ander. En eigenlijk had ik het niet meer moeten doen. Nee. We speelden toen op het zogenaamde Filmstad, heette dat. Ja.
Het was heel moeilijk winnen daar zo, maar wel een club ook met, waar een bepaalde sfeer in. Geweldig. Ja. Nee, maar ik moet heel eerlijk zeggen, alle clubs waar ik gezeten heb, hebben allemaal een bepaalde gezelligheidsgehalte, wat ik gewoon heel erg belangrijk vind. Ja. Ja, dat mis je dan tegenwoordig. Het is niet een kwestie van komen voetballen gelijk weer weg. Nee. De sfeer was natuurlijk, dat was bij Duino was dat het geval. Ik bedoel, regelmatig spelers het licht uit moesten doen van de kantine, bij wijze van spreken. En dat is bij PTT niet anders geweest. Exact hetzelfde. Ja. Vergelijkbare clubs trouwens, hoor, vind ik. Ja. Ja, goed. De PTT bestaat al niet meer. Wat ook belangrijk was in die tijd, had je die café-toernooi hier in Den Haag was natuurlijk het Eldorado-toernooi. Was natuurlijk heel erg bekend. Je speelde mee in dat team van de halve maan van Harry Ballenmaker. Ja, maar goed, als je als voetballer niet werd uitgenodigd voor een van die teams om aan dat toernooi deel te nemen, ging het niet goed met je carrière. Nee, dat telde je niet helemaal mee. Nee, het was wel belangrijk dat je meedeed met dat soort. Wie deed er bij jullie zo'n beetje mee bij de halve maan? Ries Verschelde, even uit mijn hoofd. Jan Linkerhof, Aartje Eerhard, Jan Linkerhof, Keesje Toet. Raymond Batte. Christian Jansen, ja. Riester van Rijn en Robin Nicolaas natuurlijk de verzorger, ook niet onbelangrijk. Ja. Ja. Maar het was natuurlijk wel een bij Laakvertier gespeeld altijd, maar daar speelde ook wel, laten we zeggen, het plus van het regionale amateurvoetbal. Dat was om daar winnaar te worden. Er kwamen ook wel mensen kijken. Ja. Dat was echt heel leuk. Dat was ook heel erg leuk. Kijk, vroeger had je gewoon dat je allemaal bij je clubje bleef. Ja. En nu is dat allemaal, dat rouleert om het jaar. Maar als je dan met wat andere jongens komt te spelen, is wel even leuk. Ja. Was dat ook niet zo dan, dat dan tijdens dat soort toernooi ook niet wat werd gerommeld, geprobeerd om spelers... Dat stond nog in de kinderschoenen. Ja, ja. Dat was later. Maar ja, goed, ik weet wel, je had toen het in die periode Harry de Hartog-beker bij Laakvertier. En daar werden s'avonds ook van alles geregeld met overschrijdingsformulieren. Dat einde van het seizoen was dat... Ja, en daarom is Harry de Hartog naar het begin van het seizoen gegaan. Ja. Dat hebben ze toen omgedraaid, want daar werd alles geregeld. Maar ik bedoel, Eldorado, warme herinneringen aan. Ja, heel leuk. Ja. Zou zo'n toernooi nu nog denkbaar zijn? Nee, ik denk dat de competitie te lang doorloopt, hè? Dat is één. En ten tweede vraag ik me af... ik vind dat altijd een moeilijk onderwerp, maar ik denk dat het niet meer zo leeft. Kijk, als je nu al bij je clubs, ook al na de wedstrijd gelijk weggaat, dan heb je ook geen zin om dit soort toernooien te gaan organiseren. Zonde van je tijd, want het is eeuwig zonde. Maar voor een club als Laakvertier was het natuurlijk ook een superdag natuurlijk. Superdag, die hadden topdag. Ja. Maar dat gold ook voor de Harry de Hartog beker. Klopt. Dat was ook de drie avonden gewoon en er was er nog nergens voetballen. Nee. Dus iedereen ging dan naar het Laakvertier toe. Dat was ook beren gezellig. Toen nog aan de ingang aan de Jansoniusstraat. Ja. Ook dat Beerstraat. Dat is daarna geworden. Maar goed, in ieder geval mooie herinnering aan de actieve loopbaan, zou ik maar zeggen. Ja, bijzonder. Ik heb goud. Ja. Echt geweldig. Dan gaan we naar niet meer actief in het veld, de periode bij Tornegido. Ja. Daar was je aanvankelijk vicevoorzitter. Nee, ik was gewoon leider. Oh, je was leider van het eerste. Leider van John Karelsen. Ja. John en ik, we zijn daar samen. En later kwam ik in het bestuur, gewoon dat rolde per ongeluk zo door. En toen was op een gegeven moment zeiden van maar jij moet voorzitter worden. Toen zei ik, voorzitter worden, maar goed. Dat werd me wel een beetje opgedrongen. Ja. Toen zei Cap Driel, die zei dat was wel tof, die zegt Peet, ga jij alles nog maar regelen rondom het eerste elftal? Ik zeg dat goed op poten staat en dan doe ik het wel 2 jaar en dan kan jij het daarna overnemen. En dus eigenlijk is het zo gegaan. Ja. Maar het is nooit mijn ambitie geweest. Ik ben nog steeds het liefste gewoon als ik gewoon leider. Dat vind ik het leukste. Ja, ja. Maar je had een mooie periode als leider al. Bij geweldig, kampioen worden, hoofdklasse. Nee, is geweldig. Ja, ik heb gewoon echt. Ik heb niet zoveel negatieve buiten dat die fusie niet door is gegaan. Dat is een. Komt daar nog wel even op terug. Oké, want dat is een zwarte bladzijde. Maar voor de rest, jongens. Geweldige voetballers gehad bij Tornegido. En echt een hoop gewonnen. Ja. En we waren ook dag en nacht met z'n allen mee bezig, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, ook wat dat betreft aan de Rodeland. Prachtig mooi complex. Ja. Ik bedoel, het was natuurlijk eeuwig zonde dat een keer dat bericht kwam van de gemeente van luister is. Ik geloof dat die begraafplan moest uitbreiden of iets dergelijks. Die is nog steeds niet uitgebreid hoor. Het complex moest weg. Het is een park geworden. Ja. Dat is gewoon, maar daar hoeven we niet meer over te praten. Dat is gewoon de politiek. Er wordt eerst gezegd, jongens maak je geen zorgen, jullie mogen blijven zitten. Want eerst moest Defio weg. Het is gewoon een fases gaan. Ja. Defio zou eigenlijk bij Wilhelmus gaan en dan zouden wij uiteindelijk zo naar Vogelsport gaan. Ja. Dat was eigenlijk het eerst naar de Defio
dat ging niet door. En toen was de paniek. En ondertussen werd er aan alle kanten geschoven, maar goed. Maar goed, Tornado, je zegt het zelf op, prachtige successen behaald. Ook niet de minste spelers die bij Tornado speelden of naar Tornado toe kwamen. Ik bedoel, daar, het was altijd in de, al in een periode waarin Tornado een van die clubs was waar ja, een voetballer altijd nog een aardig zakcentje mee kon pakken. Ja. Klopt. Ik bedoel, en dat was algemeen bekend hoor. Dat is niet alleen Tornado, maar... Daar hebben we ook nog nooit moeilijk over gedaan. Op dat niveau moest dat ook haast wel. Kon toch niet anders? Nee. Alleen wij waren nog eigenlijk kleine jongens met wat er om je heen gebeurde. Ja. Alleen wij konden het wel... Wij waren wel creatief, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus als iemand een baan nodig had, of een auto, of een huis... Ja. Was dat iets makkelijker te regelen. Ja. Ja, dat soort dingen, die, ja, daar was ik wel goed in, moet ik zeggen. Ja, ja. Nee, helemaal goed. Nee, maar zo moet je... Nee, maar ja. wij konden ons niet vergelijken met de Bollenstreek bijvoorbeeld. Nee. Dat was echt een heel ander verhaal. Maar we konden er wel een heel eind komen. Ja. En we hadden de mazzel dat... We hadden dat jongens, net zoals een Keesje Ties... Die voetballen graag in de zaal, daar verdienen ze ook wat. Ja. En dan konden ze niet bij Scheveningen voetballen, maar wel bij ons. Ja. En zo werd dat al een beetje geregeld. Ja, want dat was natuurlijk wel... Ja, als je kijkt naar ook de trainers die in de loop der jaren zo'n beetje meegemaakt hebben bij Tornado, waren natuurlijk ook niet de minste. Nee, zeker niet. Maar geweldig. Wie had je... Ja, eerst is natuurlijk John Karelsen uiteraard. Nou goed, dat is ook bekend. Na John kwam even Frank Franken. Dat was een halfjaartje, dat ging niet helemaal goed. Toen nam Melby het over. Ja, ja. Nou, als je Melby gehad hebt, dan ben je binnen anderhalf jaar ben ik door de wol geverfd. Ja, dan ja. Maak je wat mee. Nee, maar dat is gewoon een geweldige trainer, maar ja. Dat is gewoon een heel apart verhaal zit eraan vast. Ja, ja. Maar ik moet wel zeggen, dat was wel onvergetelijk ook, moet ik zeggen. Ja, ja. Ja, dan maak je wel wat ja, mee. Ja, dan maak je wel voorzitter. Dan, nou ja, dan met ja. Alles. Ja. Maar goed, ja, en daarna kom je in een rustige vaarwaart. Na hem kwam Wim Schaap, ja. Ook een jaar of vier gehad, Wim. Met zijn aanpak ook weer perfect op dat moment ja. Voor die club. Na Wim kwam andere Wim Verlaar. Wim Verlaar ook ja. Weer, weet ja. Je wel, een heel ander type. Maar ze hadden bij Wim Schaap was het best wel strak. En ja. Dan, daarna komt Wim Verlaar dan wat losser. Losser ja. Weet je wel, nou goed. En daarna, ja, Robbie de Lange die kwam natuurlijk ook op. Ja. En die deed het goed met dat tweede. En op een gegeven ja, want Rob was aanvankelijk assistent trainer. Ja, ja. En trainer van tweede. Ja. En die had een goede ploeg gebouwd om hem heen, zeg maar. En die werden ook kampioen van Nederland. Ja, op een gegeven moment kon ik... Wim Verlaar vind ik ook fantastisch. En, maar op een gegeven moment zei ik, dit kan ik niet tegenhouden. En dan zijn we hem kwijt. Ja. En die jongens van het tweede, die konden allemaal in het eerste voetballen. Ja, wij, ja. Kijk, als je niet zoveel geld hebt, dan moet je daar moet je dus creatief ja, mee zijn. Zeker. Nou, dat heeft er allemaal mee te maken. Maar die is ook 6 jaar gebleven, Robbie. Ja. Daarna nog. Dus wat dat betreft, ja, mooie trainers meegemaakt. Ik heb het al gezegd, toen moest de club weg aan de Rode Laan. En dan kan ik me nog wel eens herinneren dat er kwam op een gegeven ogenblik aan de orde de mogelijkheden. De gemeente Voorburg wilde eigenlijk nog maar 2 complexen hebben in de gemeente. Nou, het was natuurlijk, het zou een ideaal plaatje geweest zijn. Wilhelmus samen met Tornado. Ja, was de beste fusie geweest. En daar waren jullie ook al heel ver in de volgens mij waren we klaar. In de onderhandelingen. Volgens mij waren we helemaal klaar. Ja. Het zat hem alleen nog even om een akkefietje over met de fiscus. Ja, en toen, daar begin ik het kwijt te raken. Ja, ja. Niemand begreep het op dat moment meer. Nee, nee, want alles was rond. Ik bedoel, de accommodatie, de investering van de gemeente alles. Om er iets moois van te maken. Ja. En Wilhelmus had het toen nodig, want Leidseveen was er nog niet. Dus ja, voor die club was het ook belangrijk om te overleven eigenlijk. En voor Tornado, ja, je kreeg natuurlijk ook een ploeg op niveau erbij. Ja, goed, maar dit was ook de beste optie. Ja. Want Wilhelmus en Tornado, dat paste toen redelijk goed in elkaar. Prachtig complex, hè, want dat ook, blijft een mooi complex. Toen ook al, voordat die kunstgrasvelden waren. Veel parkeergelegenheid, ja. Parkeren, daar kan je ook een feest geven. Bij de Rode Laan moet je echt om half één staan de politie voor de deur. Dan moet je, want dat is in een woonwijk. Ja. Helemaal allemaal dingen, dat was fantastisch geweest. Ja. Maar goed, het heeft niet zo moeten zijn. We kunnen er nog uren over praten, maar dan gaan we eigenlijk nog zitten huilen. Want ik vond het gewoon echt treurig. Ja, dat is heel jammer nu. Echt treurig. Ja, 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 zoveel energie ingestoken met z'n allen. Ja. En ook de gemeente ook, daar volledig achter stond ook nog. Dat was nu ook wel belangrijk, denk ik. Ja. Nou, die was natuurlijk, ja, was laaiend enthousiast. Ja. Nou, heel jammer dat dat niet doorgegaan is. En dan op een gegeven ogenblik, ja, dan krijg je zoiets van, Tornado blijft zoeken. Ja, goed, die gingen dan toch nog naar de Prins Bernhardlaan. Ja, dat was de enige mogelijkheid nog. Ja.
En anders dan had je, ik heb ook wel eens met Fuck zitten praten. Voor, ja, maar dat is dan toch, Marie Hoeven, dat, ja. Zuidhout, dat is toch een ander verhaal. Ja. Je moet dan toch wel een beetje bij je basis blijven. Ja. Dan is Forumsport op dat moment, kijk, ik ben wat gekleurd, ik kom van dat veld vandaan. Ik kom van SC Voorburg, dus, maar ja, dat is de enige mogelijkheid. En ik zag dat ook helemaal zitten, omdat ik denk, nou ja, dat wordt ook een megaclub. Ja, we zaten even met de jeugd, dat was even het probleem. Ja. Nou goed, die hebben we daar laten instromen, omdat we gewoon een gentleman's agreement hadden. Van ja, goed, over 3 jaar worden we 1 club. Groeien we zo langzaam naar elkaar toe. Ja. Het was iets te vroeg voor de fusie. En omdat Forumsport is natuurlijk een fusie tussen SC Voorburg en Devio. Dat was ook net gebeurd. Ja. Om ook achter elkaar te door snel, te fuseren, dat is ook niet zo. Dus wilden we dat zo rustig opbouwen. Ja. En dan helaas. Maar het is niet het succes geworden wat jullie wellicht aanvankelijk voor ogen hadden. Er zijn ook heel veel jongens, zijn geloof ik ook, zijn zelfs soms dan nog naar Wilhelmus toe gegaan. Fuck, zijn er nog een aantal gegaan. Ik bedoel ook de oude. Ja, maar dat is wat later gebeurd. Ja, ja. Nee, dat is niet gebeurd. Nee, niet bij de fusie, maar laderhand bedoel. Naderhand wel, ja. Toen het uit elkaar viel, is alles naar Wilhelmus. En Fuck met name daar die kant op gegaan. Ja, maar goed, dat is gewoon heel jammer. Ja, ik heb het laatste heb ik niet allemaal meer meegemaakt, want toen was ik al geen voorzitter meer. Hoe kijk je terug op jouw loopbaan in de voetballerij als keeper? Daar heb je natuurlijk leuke successen meegemaakt. Heel veel sfeer, heel veel gezelligheid. Ik word er alleen maar blij van. Ja, dat is een mooie herinnering. Ja, maar goed, ook je bestuurlijke tijd, daar heb ik ook veel successen meegemaakt. Ja, maar goed, kijk, als je bij Tornegido was het op een gegeven moment zo buiten. Ja, kijk, als je de eerste bent die doping, was er nooit gebeurd. De eerste dopingschandaal was weer bij ons. De fiscus kwam kijken, de eerste dat was weer Tornegido. En daar hebben we regelmatig de voorpagina's mee gehad, ook van de Telegraaf. Ja. Maar ja, daarna waren de clubs 4,5 ton, 6 ton. En we hebben uiteindelijk 60.000 euro, dus het viel allemaal wel mee. Nee, maar ja. Je bent altijd weer de eerste op de een of andere manier. We stonden zo in de spotlights. Ja, maar ja, het blijft een prachtige ervaring. Ja, zeker. En vandaag aan de dag, voetballerij. Je volgt het misschien een beetje van de zijde. Wel bij je zoon, want je zoon ook keeper. Ja, de Forumsport. Beetje opgedrongen om tussen de palen te gaan staan? Nee. Hij is ook begonnen als voetballer. Hij mocht helemaal zelf kiezen. Alleen op een gegeven moment ging hij keeper. En ik sta dan te kijken. Niet dat ik daar zoveel verstand van heb. Maar ik zag dat hij dook vooruit naar de bal toe. En hij was niet bang. Ja, ja. En hij had een behoorlijke reactie. Maar toen zei ik alleen van, joh, misschien is het leuk als je, wil je dat dan? Ja. Het is een hele vrijwillige keuze. Nee, want als hij gaat voetballen. Maar hoe doen we nu bij Forumsport zit hij regelmatig, onder 23, tweede. Ja. Laten we zeggen, voor het eerst hij is nog jong, dus ik bedoel, ik kan nog 20. Hoop ervaring op doen. Moet hij het wel nu doen. Ja. Lang hoeft hij niet te wachten. Nee. En heb je nog wel eens advies gegeven over de kleding? Want ja, jij stond erbij. In de go altijd heel bekend, hè? Die gestreepte trui. Dat mag niet hoor, want ze hebben allemaal kleding van de club. Ze hebben allemaal dezelfde tenues. Ja, ja. Nee, mijn shirt is weg. Die had ik aan Duno in bruikleen gegeven. En die hadden ze opgehangen, maar die zijn eens weg. Ja, die is misschien ingelijst daar. Ja, het was nu wel iets bijzonders, want die stond er altijd in, geloof ik. Ja, maar iedereen heeft het nog over. Dus zeg, nou ja, goed, dat is leuk. Ik denk dat is wat als ik dadelijk onder de grond ga, dan mag die op de kist. Ja. Ik denk dat lijkt me wel geinig. Oké, dan laten we dat toch heel vooruit schuiven, Peet. Goed, hartstikke leuk dat je er in ieder geval was. Om even een beetje over je over de loopband. Ben ik nog wat vergeten? Dat je zegt van, nou, dat moet er nog wel even in hoor. Nee, luister. Kijk, er zitten een paar onderwerpen bij, daar kan je nog wel een paar uur over praten. Maar als je gewoon over het algemeen, jongens. En daar ik zo zeg, ik zeg altijd tegen mijn eigen zoon: als jij de helft zoveel plezier hebt in het voetballen wat ik heb gehad, dan heb je het helemaal naar je zin. Nou goed, dat vind ik een hele mooie afsluiting. Ja. Hartstikke bedankt. Blijf vooral nog veel langs de velden kijken bij je zoon. Thuis weer bedankt voor het kijken. Dit was een aflevering van Oude Glorie aan tafel. Graag tot volgende week. Dan zijn we er weer. Tot dan. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Café Locus.